Hilke Bruinsma, heeft wel eens een boerspartij zo makkelijk won? Ja, zo makkelijk neem je. Als de eerste tien, zoals in de traai eerste tien, heel ja, nou, dat is. Ik heb hem nou vier keer en we hebben een peker gewoon inderdaad, dat is weinig eerste tien hier, maar dat is zo weinig als traai eerste, nou, dat is ongelooflijk. De kids de hele dag zo goed en zo lekker en Matten die zit echt vliegend op te slaan. En, Hendrik heeft natuurlijk, ja, die, ja natuurlijk, maar die heeft weinig fouten en ik mooi mijn pakje was skin en ja. Geweldig jongen. Top, dank je. En ja, we hebben een fantastische keer, lekker. Sint-Jacob hier gewoon een heel drege partij. Gelukkig helpt ja, Bouke, die helpt dus vaak even waar we een paar boeten slagen, dus dan heeft hij even een beetje lucht. Maar voor de rest, ja nee, we hebben eigenlijk eerst lid, dus ja, dat vond ik wel een dregetje instander in. Maar dit week vijf niks, ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, de Zoistel Sint-Jabek en Bouke helpt je hem in het zadel. Die komen traaien te waar achter. Misschien is het wel cruciaal die Fjouren met traaien zoals ik die bol weer tegen opslaat. Ja, dat kiest een beetje zin aan de bal van de partij, denk ik. Toen zegt ik bij die man dat ik geen leven meer in zie. Ze begon net meer echt ja, een beetje oorlog te zieken. Het was een beetje stil op dat moment. En ja, teken sloeg echt geweldig uit. Maar voor hem in je mister in die partij en dat wie die bal. En ja, misschien, ja, ik moet steeds dat ze terug die bal verlengen natuurlijk. Maar ja, dat is wel een belangrijke nier. Ja, de soort van Matten geweldig opsloin. Heem twijfelt nog om Chris mooi te nemen. Nee. Dat wie vorig hier hebben we dat super afsluiten, maar ik de winst hier. En we hebben misschien trein ik zijn. Nou, dat wie de laatste keer. En Matten die doet gewoon hartstikke goed het hier. En ja, hij ontwikkelt hem hartstikke goed. En ja, hoe dat zo trok is. Wat doet het je had, als Tjus dat op een gegeven moment de favorieten gewoon afvallen? Liout valt al, Bidgem valt al. Nee, dat is hartstikke lekker natuurlijk. Ik zou wat in een man, ik zou ja, we moeten net de focus daarop hebben. Ik zou we moeten op je eigen speltje focussen. Alleen ja, de eerste inderdaad tijdens de partij dat Bidgem daar verliest en Liout verliest. En ja, dat bent ook wel per turen, daar hebben wij het gewoon hartstikke lastig in. En dat ben ik gewoon kanshebbers, dus dat is alleen maar helemaal gunstig. Al met al een makkelijke, maar mooie overwinning. Een mooie overwinning, inderdaad. Ja. Lok Weenske. Dankjewel. Dankjewel.